Het oeuvre van de Antwerpse auteur Jan van Boendalen is omvangrijk en divers. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet altijd precies weten welke teksten hij heeft geschreven en welke misschien ten onrechte aan hem zijn toegeschreven. De situatie is vergelijkbaar met de toeschrijving van schilderijen aan bekende meesters als Breugel of Rembrandt. Specialisten hanteren uiteenlopende argumenten en verschillen nogal eens van mening. De situatie is zelfs erger dan bij de schilderkunst. Hoewel schilderijen ook wel eens werden geretoucheerd... zijn veel middeleeuwse teksten niet in hun originele versie voorhanden. Ze zijn vaak slechts bekend uit latere handschriften, waarin niet altijd gezegd wordt wie de tekst geschreven heeft, of waarin typerende elementen kunnen zijn gewijzigd. Van drie teksten is het min of meer zeker dat ze van Jan van Boendalen zijn. Het gaat om de heeste, de Lekenspiegel en Jan Steesteijen. De laatst genoemde tekst. Jans Thee is relatief kort, iets meer dan 4000 verzen. De tekst heeft de vorm van een dialoog, een tweegesprek tussen Jan en Wouter over maatschappelijke vraagstukken. Wouter stelt daarbij vooral vragen, soms een beetje naïef. En de wijze antwoorden worden gegeven door Jan, het alter ego van de auteur. Dat Jans Thee door Jan van Boendaal is geschreven blijkt uit de proloog waarin de auteur zich met naam en toenaam voorstelt. Zijn beroep vermeld, namelijk als schepenklerk van Antwerpen. Hij draagt zijn tekst op aan de Brabantse edelman Rogier van Leefdalen en diens vrouw, Agnes van Kleef, omdat ze altijd veel waardering hebben getoond voor literatuur. In Jans Testeijen alludeert Boendaal op een eerdere tekst die hij heeft geschreven voor Rogier en Agnes en waarover ze hebben gediscussieerd. Het betreft de Lekenspiegel. Je zou de titel kunnen vertalen als bespiegelingen voor gewone mensen. Voor niet-specialisten. In feite geeft Boendalen zijn visie op de wereld. De Lekenspiegel is veel omvangrijker dan Jans Steestijen. Het telt zo'n 22.000 verzen. Omgezet in hedendaags proza zou dat een boek van zo'n 300 à 400 bladzijden zijn. In het eerste deel behandelt Boendalen hoe de wereld tot stand kwam. Hij volgt daarbij de bijbelse geschiedenis van het Oude Testament. Maar Geeft ook uitvoerige informatie over de aard van de mens en van het Heelal. Het tweede deel vervolgt met de geschiedenis van het Nieuwe Testament. Het verhaal over leven, dood en van Christus. En het derde deel geeft vervolgens aan hoe christelijke mensen zouden moeten leven. En het vierde en laatste deel. Schetst Jan van Boendalen het perspectief dat de christelijke mens altijd voor ogen moet houden: namelijk het einde der tijden, dat uitloopt in het laatste oordeel, waarin God zelf zal oordelen wie naar de hemel mag en wie definitief in de hel wordt opgesloten. De Brabantse Jeest is een uitvoerige laas op rijm over de Brabantse geschiedenis. Het wordt algemeen beschouwd als het eerste werk van Jan van Boendalen. Hij stelde het rond 1316 samen voor zijn werkgever, de Antwerpse schepen. Willem Bornekolven. De toeschrijving aan Boendalen wordt nauwelijks betwijfeld, maar soms was er wel discussie of hij de hele tekst heeft geschreven, van begin tot eind. Tot het midden van de 14e eeuw werden er immers nog veel versen aan het geschiedverhaal toegevoegd. De vraag of al deze versen van Jan van Boendalen zelf zijn, is belangrijk omdat op basis van textuele overeenkomsten, zowel inhoudelijk als stilistisch, ook heel wat andere Antwerpse teksten aan de schepenklerk zijn toegeschreven. Om de problematiek van de toeschrijving te omzeilen, hebben wetenschappers wel gesproken over de Antwerpse school. Daarmee werd geduid op een geheel van teksten die allemaal zijn geschreven in Antwerpen in de eerste helft van de 14e eeuw. Onderling vertonen die teksten veel overeenkomsten. Naast de algenoemde teksten, de Brabantse Heesten, de Lekenspiegel en Jans de Stijen, gaat het om een didactisch vraag- en antwoordtekst als de Sidrak in Proza. En moraliserende teksten op rijm, zoals de Dietse Doctrinaal, de Melibeus, het Boek van Wraken, hoe men een stad regeren zal, en enkele korte historische teksten, zoals de Korte Kroniek van Brabant en Van den Derden Eduard. Een moralistisch boek. Met antieke wijsheden, dat het boek exemplaar genoemd is, is enkel gedeeltelijk bewaard gebleven. Een tekst over de slag bij Crécy en het beleg van Calais in 1346 47 lijkt zelfs helemaal verloren te zijn gegaan. Maar er wordt in de Brabantse Eeste wel naar verwezen. Ondanks twijfels over toeschrijving aan Boendalen in het verleden. Is men het er vandaag toch over eens dat zo goed als al deze teksten het werk zijn van Jan van Boendalen? Of anders toch zeker door iemand in zijn naaste omgeving die op dezelfde manier te werk ging zijn geschreven? Misschien dat de vragen naar Boendalen's auteurschap en het mogelijk bestaan van een Antwerpse school rondom Boendalen binnenkort beantwoord kunnen worden. Sinds kort wordt de auteurskwestie immers ook benaderd vanuit het perspectief van de digital humanities, de digitale geesteswetenschappen. De computer en informatica worden ingezet om greep te krijgen op big data, omvangrijke hoeveelheden gegevens, zoals het uitgebreide werk van de Antwerpse school. In plaats van intensief lezend, vers voor vers, op zoek te gaan naar afwijkingen en overeenkomsten, laat men de computer op zoek gaan naar patronen in de teksten. Zo. Worden clusters gevormd van tekstdelen die sterk op elkaar lijken, en met behulp van de statistiek tracht men die resultaten te koppelen aan de vraag naar het auteurschap. De eerste resultaten wijzen enerzijds op samenhang in het corpus, maar er zijn ook tekstdelen aangewezen die minder goed bij het geheel lijken te passen. De interpretatie van die nieuwe gegevens is nog volop bezig.